We gaan nu leren hoe we zelf een calligram kunnen maken. We pakken eerst alle benodigdheden. We hebben natuurlijk tekenpapier nodig, een gom, een potlood en een zwarte tekenpen. Ik heb deze gepakt zodat ik verschillende diktes heb, maar jullie mogen natuurlijk ook jullie tekenpen gebruiken van school, een 0,4. En dat even aan de kant leggen. Wat je verder nog nodig hebt, is een kladblaadje met daarop de woorden die je in je figuur wilt zetten. Deze heb ik opgezocht op internet om te zien welke woorden bij de slang passen. Want ik ga als figuur een slang maken. Zoals jullie zien heb ik hier de contouren van de slang getekend, dat wil zeggen enkel de buitenste lijn. Jullie zien hier wel nog twee ogen, omdat ik die nog wel wil benadrukken. Dat gaan we met hele kleine letters doen, dat laat ik zo zien. Wat nu belangrijk is, is dat we gaan bedenken hoe gaan we deze woorden van het lijstje in de slang plaatsen. Je kan zien van, oké, hier is een kop, ik ga daar even een heel klein, dun lijntje bijzetten, want dat wil ik apart houden. En dan ga ik zo verder via de slang tot het einde met woorden vullen. Wat heel belangrijk is, is dat je binnen die lijnen blijft. Dus je gaat er niet overheen. Ook al heb je de letter G, wat er normaal onder de lijntjes uitkomt, je blijft binnen de lijn. Denk dan goed na over je lettertype, hoe je de woorden gaat plaatsen. Ik ga alvast eens een stukje doen. Bij mij is het woord spiritueel. Even dit draaien. Ik ga hier de eerste letter van het woord zetten. De S. Mijn P komt daarnaast. Jullie zien dat ik de letters volledig tussen de lijntjes plaats. Dan de I. Dat mag gewoon zo zijn. De T benadruk ik even, zodat ik weet dat ik dat stukje niet moet weggooien straks. Zoals jullie hier kunnen lezen, staat er spiritueel. Voor jullie is dat dan in spiegelschrift volgens mij nu op het filmpje, maar je snapt de bedoeling. We gaan meteen het andere woord genezing daarachter zetten. Zing. En in de bocht volg je gewoon de lijnen. Daarna is het mysterieus. Dus normaal zou ik deze eronder plaatsen, maar nu hou ik dat binnen de lijntjes. Ik kan ook zo'n T ertussen zetten. Je mag dus variëren van lettertype, van dikte, van hoogte van letters, als je maar binnen het kader blijft hier. We gaan nog even opnieuw de kop van de slang goed bekijken. Hoe ga je dat nu aanpakken? Ik wil daar het woord slang in krijgen. Hier stond het woord spiritu. Dan gaat dat verder spiritueel. Het woord slang wil ik zo vormen dat hij twee keer hier volledig erin komt staan. En de ogen ga ik gebruiken voor de laatste letter, de G. Dus ik begin hier met mijn letter S. Ik ga zorgen dat hij helemaal vult. Voilà.
Dan komt hier de L, de A. Even het blad wat kleiner maken, zodat jullie het beter kunnen zien. De M. En dan dit. Wordt de G. We beginnen hier opnieuw met de letter S. L. M. En dit wordt dan ook weer de letter G. En als we hier nog een beetje over hebben, kunnen we daar heel klein nog even slang zetten. We hadden ook nog het woordje gewelddadig. Ik vind dat wel passen bij de tong. Dit is G. Heel klein vul je dat op. De G benadruk ik nog wel eventjes met de uiteinden, de puntjes van de slang. En zo maak je het hoofdje. Nu hoor ik jullie denken, een slang, dat is wel heel gemakkelijk om te tekenen en om op te vullen. Maar wat met een tijger? Nou, ik zal jullie al eens mijn tijger laten zien. Ik heb deze overgenomen door gewoon mijn blad op mijn laptop te leggen. En daar de afbeelding van de tijger gewoon over te nemen. Als je de helderheid van je laptop hoog genoeg zet, zie je de afbeelding er doorheen. Dus ik heb dan eerst de tijgerfiguur overgenomen. En we kunnen dan in het lichaam de woorden gaan zetten. Maar het is gemakkelijk om voor jezelf te bedenken waar je de woorden gaat plaatsen. Ik ga eerst hier de armen, de poten van de tijger aangeven, heel lichtjes, de staart. Dus je deelt het eigenlijk op in een paar vlakjes. Ik vind het leuk om de tijger een aantal strepen te geven. En dit zijn dan eigenlijk de vakjes waarin je woorden gaan komen. En als je dan deze vakjes volgt, dan blijft je figuur mooi, zodat je echt kan zien dat het nog altijd een tijger is. Als we dan bijvoorbeeld het woord kracht willen schrijven, dan kun je dat mooi hier beginnen. Tussen die lijntjes doen. Hier ook zorgzaam zetten. Zorg dat je binnen die lijntjes blijft, hè mannen. Zorg. En dan een N. Oh, heb ik hier een stukje te kort, hè? Hoe gaan we dat oplossen? We gaan daar hier nog het woordje zorgzaam dubbel inzetten. Voilà. Dat mag best. Twee woordjes naar elkaar. En zo vul je de hele tijger. Dus nu gaan we alle potloodlijntjes netjes wegrommen. Hopelijk heb je niet te hard gedrukt op je tekenpotlood. En dit is het resultaat. We hebben dus een mooie slang met daarin alle woorden die bij het karakter
van de dierenriem slang passen. Heel veel succes met jullie tekening en ik ben benieuwd naar jullie resultaten. Dag!